en de vergunning is al binnen. Voilà! Kunnen we eindelijk gaan beginnen met de bouw. In deze serie nemen we je mee tijdens de ontwikkeling van onze nieuwe spectaculaire attractie. Je krijgt een exclusief kijkje achter de schermen bij de start van de bouw tot de onthulling. Dit is de making-of van de Texas Twister. Nee, mevrouw Suikerspin, ik wil zo graag een nieuwe attractie, hè, maar... Maar ja, wat? Oeh, wat dacht u van een nieuwe schommel? Nee, mevrouw Suikerspin, het moet iets zijn met wat meer pit. Een tweede carousel? Nee, dat is het ook niet. Een reuzenrad? Nee. Een wipwap? Nee, ook niet. Nog meer bootjes? Nee, mevrouw Suikerspin. Misschien een hele grote oliebollenkraam. Nee, dat is het ook niet. Een achtbaan? Nee. Wacht eens even. Wat zei u daar? Een nieuwe achtbaan. Mevrouw Suikerspin, dat is het. We gaan een nieuwe achtbaan bouwen. Ja, ik heb een idee, mevrouw Suikerspin. Ik ben zo terug. Dus jongens, het is te gek. We gaan een nieuwe achtbaan bouwen. Een nieuwe achtbaan? Te gek! Wow, dat is fantastisch! Oh, maar meneer Kaasgraaf, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de nieuwe achtbaan er dan precies uit gaat zien. Nou, dat is goed dat u daarover begint, mevrouw Suikerspin. Ja, luister jongens, voor de nieuwe achtbaan is het ontzettend belangrijk dat we de juiste baan gaan uitzoeken, de mooiste karretjes kiezen en de juiste snelheid bepalen. Ja, dus nu wil ik aan jullie vragen om allemaal een tekening te maken van de, in jullie ogen, perfecte achtbaan. Ja, uit al deze tekeningen kiezen we er eentje uit en die achtbaan gaan we dan ook echt bouwen. Oh, joe, ik zit al gelijk vol met leuke ideeën. Oh, ik ook. Oh, meneer Kaasgraaf, wat een fantastisch goed idee. Dank u wel, mevrouw Suikerspin. Ja, ik zou dus zeggen, aan de slag, hè. Even kijken. Ik ben ontzettend benieuwd wat jullie allemaal getekend hebben. Dan zal ik zelf maar beginnen. 1, 2, daar. Kijk. Wauw, meneer Kaasgraaf. Oh, wat heeft u dat prachtig getekend, zeg. Alleen, misschien is die wel een klein beetje vlakjes. Ja, deze achtbaan is helemaal niet zo spannend. Nou, mevrouw Suikerspin, ik ben ontzettend benieuwd wat u getekend heeft. Ta-ta-ta-ta! Huh? Maar mevrouw Suikerspin, wat ontzettend goed gedaan, zeg. Ik snap er alleen niet zo heel veel van. Wat betekenen die cijfertjes? Nou, meneer Kaasgraaf. Zal ik dat strakjes eventjes uitleggen? Want ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor achtbaan Jul en Julia hebben getekend. Jul en Julia, laat eens even kijken wat jullie hebben bedacht. Hè? Eens even kijken. Maar dit is te gek. Jul en Julia. Vindt u dat echt? Dit doet me zelfs een beetje denken aan een avontuur welke ik heb beleefd. Hè? Jaren geleden. Met de kaasschuit. Avontuur? Welk avontuur? Vertel eens, meneer Kaasgraaf. Ja, Julia, dat is een ontzettend lang verhaal, hè? Ja. Maar meneer Kaasgraaf, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar het verhaal. Nou ja. Nou,
Even in het kort dan, hè. Jaren geleden heb ik samen met kapitein Julius Texas gered van een enorme tornado. Ja, dat noemen ze daar ook wel eens een twister. Oh, maar meneer Kaasgraaf, wat gebeurde er toen? Ik heb een idee. Werkelijk alles in de lucht. Echt alles? Alles, mevrouw Suikerspin. Hooibalen. De daken van boerderijtjes en zelfs een heus waterrat werd zo de lucht ingetrokken. Een waterrat? Oh, teken een waterrat. Maar meneer Kaasgraaf, gelukkig was u er en heeft u iedereen gered. Ja. We hebben nog iets toegevoegd aan de tekening, meneer Kaasgraaf. We noemen hem de Texas Twister. Dit is ontzettend gaaf, zeg. Weet je wat? Ik denk dat we er wel uit zijn. Dit moet de nieuwe achtbaan gaan worden. Yes! Te gek! Hey, hallo lieve jongens en meisjes. En wat ontzettend leuk dat jullie kijken naar aflevering 2 van Op weg naar de Texas Twister. Aan de nieuwste achtbaan van de Juliana-toren. Zoals jullie in de vorige aflevering hebben kunnen zien, hebben Jul en Julia deze prachtige tekening gemaakt. En vandaag ga ik op bezoek bij onze hoofdontwerper Marinus om te kijken of hij hier een echt technisch ontwerp van kan gaan maken. Ja, zodat we de achtbaan ook echt kunnen gaan bouwen. Nou, ik ben benieuwd. Eens even kijken. Wie is daar? Ik ben het daar, uw goede vriend, meneer Kaasgraaf. Meneer Kaasgraaf? Komt u verder, komt u op binnen. Nou, laten we snel naar binnen gaan, hè. Marinus? Marinus? Meneer Kaasgraaf, hè, wat leuk u weer te zien. Wat kan ik deze keer voor u betekenen? Kijk Marinus, het zit zo, hè. We gaan in de Juliana-toren weer een nieuwe achtbaan bouwen. De Texas Twister. Ja, en kijk, nu hebben Jo en Julia deze prachtige tekening gemaakt. En nu zou ik aan jou willen vragen of jij deze tekening wil omzetten naar een echt bouwontwerp. Ja, zodat we de achtbaan ook echt kunnen gaan bouwen. Laat eens even kijken. Ja. 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 Ja, ik heb het! Wat heeft u? Nou ja, ik weet hoe ik deze mooie tekening van Jules en Julia om kan zetten naar een prachtige ontwerptekening. Oh, dat is fantastisch, ja, ja. Marinus. Dus als u me dan even alleen wil laten, hè? En dan ga ik er vanavond nog mee aan de slag. En dan zie ik u morgen. En dan heb ik een prachtig ontwerp. Meneer Kaasgraaf? Oh, ja. Aan de slag, Marinus. Heer, goedemorgen allemaal. Nou, ik ben ontzettend benieuwd wat voor ontwerp Marinus heeft gemaakt. Gaan jullie met me mee? Gaan we even kijken. Marinus? Marinus? Ik sliep niet hoor. Meneer Kaasgraaf, wat doet u nou hier? Ik kom kijken naar de bouwontwerpen. Huh? Oh ja, natuurlijk. Ja. En? Daar is het gelukt. Ik heb er de hele nacht aan gewerkt. Maar, zie je, kijk. Kijk. Voilà. Maar Marinus, Dit is te gek. Ja, ik ben zelf weer overtroffen. Dan zeg ik het zelf. Weet je wat, Marinus? Ik ga je gelijk mee aan de slag.
Dankjewel. Graag gedaan. En Marinus, kom de achtbaan maar snel uittesten als deze af is. Ja, ga ik zeker doen, meneer Kaasgaaf. Succes met de bouw! Voor we de achtbaan echt kunnen gaan bouwen, moeten we eerst toestemming krijgen van de gemeente. Hier heb ik altijd hele lange gesprekken met hele belangrijke mensen. Oh, jongens en meisjes, het is gelukt. De vergunning is binnen. Dat betekent dat we nu echt kunnen gaan bouwen. Hallo allemaal, het is maandag 29 november, ontzettend vroeg in de ochtend en we zijn aan het wachten op de betonwagens. En we gaan namelijk vandaag beton storten voor de verdering van de nieuwe achtbaan. Een bijzondere dag, kijk waar ze blijven zeg. Hé, daar zijn ze, ja, daar zijn ze, deze kant op. Ah, goedemorgen, ah, ja, kom maar. Kijk, en zo gaat het beton zo hoppakee door de pomp en naar de verdering van de achtbaan. Leuk. Ja. Zo, eens even kijken. Ga ik ook even een handje helpen, zeg. Ja, jongens, even aan de kant. Dan doe ik het wel even. Eens even kijken, zeg. Zo, dat ding gaat dan. Oh, oh, wacht even. Oh, nee. Oh, nee. Oh, domme. Oh, nee. Oh, 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 oh. Kaas gaat. Nee. Ja. Oh, pak de hark. Oh, ja, wacht. Nou, zet hem op, jongens. Nou, dat gaat... Zoals je ziet gaat het ontzettend goed. Oh, mevrouw Suikerspin. Montagne Rousse. Meneer Kaasgaaf, wat bent u nou weer aan het doen? Oh, hey, hallo, Joa. Ik ben me even aan het voorbereiden op een heel belangrijk telefoongesprek. Een belangrijk telefoongesprek? Wie gaat u bellen dan? Ik ga de monteur van de achtbaan bellen, hè. Ja, hij kan deze kant op komen. Oh, maar dat is toch helemaal niet zo moeilijk? Niet zo moeilijk, hè. Dat is ontzettend moeilijk, joh. Want de achtbaan wordt namelijk gebouwd door een gespecialiseerd achtbaanteam uit Italië. Ja, ik zal dus Italiaans moeten spreken. Uit Italië? Oh, maar dat is super ver weg. Ja, dat is ontzettend ver, joh. Nou, daar gaan we. Even kijken. Zo. Ah, Montagne. Ciao. Ciao, hallo. Costiere di Montagne Rousse. De achtbaanbouwer. Ja, u spreekt met meneer Kaasgaaf. Si, puoi venire. U kunt deze kant op komen. Ja? te gek. Grazie. Grazie. Ciao. 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 Dag. Ciao. Grazie. Ja. Joe. Oh. Het is fantastisch. De achtbaanbouwer komt deze kant op. Nu kan het echt gaan beginnen. Ga je mee? Yes! Hallo allemaal en welkom bij aflevering 3 van de bouw van de Texas Twister. Er is weer een hoop gebeurd de afgelopen weken.
Tijd voor de volgende grote stap in de bouw. Ah, daar is de Italiaanse achtbaanbouwer Stefano. Hier stelt hij zichzelf voor. Mi chiamo Stefano e sono dell'azienda che costruisce le giostre. Hij komt ons helpen met de bouw van de Texas Twister. Een hele precieze klus. Hij legt precies uit aan het technische team van de Juliana-toren hoe de Texas Twister gebouwd moet worden. Giusto e corretto per la sicurezza. Tussendoor heb ik gelukkig ook nog even de tijd om de bouw te laten zien aan mevrouw Suikerspin. En natuurlijk heeft zij heerlijke koffie gemaakt voor de harde werkers. Nou, de achtbaan staat en de karretjes kunnen draaien. En betekent dit dan dat ik bijna een testrondje mag maken? Sì, la giostra è quasi finita. Quando è pronta puoi fare il giro di prova. Dat betekent dat de achtbaan bijna klaar is voor een testrondje. Nog gaan we er gelijk klaar voor maken. Grazie. Di niente. Dank u. Vai, buon divertimento. Nou, ik zit voor de eerste keer hier in de Texas Twister, ja. En we gaan beginnen aan het eerste testrondje. En zet maar aan. Daar gaat hij. Eens even kijken. En lekker voor... Daar gaat al een hoogte. Ja. Het is leuk. Het is spannend, zeg. Oh ja. Hij gaat... Oh, hij draait rond, zeg. Oh ja. Ja, vandaag zijn we bij deze ontzettend grote werkplaats in Tiel. Want hier wordt een belangrijk onderdeel gebouwd van de Texas Twister. En namelijk de Mount Muismoor. Ik ben benieuwd hoe ver ze zijn. En gaan jullie mee? Eens even kijken. Ja, ze weten dat ik kom. Eens even kijken. Een hele goede middag. Zo. Eindelijk. Daar ben je dan. Ja. Laten we eens meteen gaan kijken. We gaan gelijk kijken. Oh, wat leuk zeg. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het is geworden. Goedemiddag. Zo. Eens even kijken. Wauw. Ja. Ja. Dit is hem dan. Oh. Dit is te gek, jongens. Hier hebben wij heel hard aan gewerkt met z'n allen. Nou, dat is te zien, zeg maar. Complimenten, zeg mevrouw Suikerspin. En Jules de Wuis. En Julia de Wuis. En... ik, meneer Kaasgraaf, en hier overheen komt dan zo. Het is een paar weken verder en de Mount Muismoor is klaar om naar de Juliana-toren te gaan. Ah, daar zal je de eerste rotsen hebben. Hey, kom maar. Kom maar zo hoog, rustig. Ja, hoog, rustig. Oh, pas op. En loop. Ja, goed hoor. Dan mag je die kant op zo. Ah. Oh. Oh, mooi zeg. Ontzettend goed. En mogen jullie alsmaar rechtdoor. Zo. Sprekend, zeg. Sprekend, ja. Leuk. Alsof ik in de spiegel kijk. Ja. En ja, zoals je ziet is het eerste deel van de rotsen binnen. Ja, nu nog omhoog tillen. Ja. Ja, kom maar jongens. De rotsen op de goede plek krijgen is een heel precies taakje. Uiterste concentratie is hierbij nodig. Gelukkig helpen onze vrienden van Kistjes ons met deze belangrijke taak. Ja, dat komt zeg maar op de centimeter nauwkeurig, hè? Het is dus eigenlijk gewoon een soort van puzzel, hè? Nu dat alle rotsblokken in elkaar zitten, kan het begonnen worden met de afwerking. Ja, de Mount Muismoor is helemaal klaar. Ziet het er niet fantastisch uit? Dan is het nu tijd voor het hekwerk. Veiligheid is erg belangrijk. Het hekwerk moet voldoen aan allemaal belangrijke eisen, zoals hoogte. Ook moet ik de ingang en de wachtrij controleren. Ja, jongens en meisjes, er komt heel veel kijken bij de Texas Twister. Nu het hekwerk bijna klaar is, is het tijd voor het schilderwerk. Dit is schilder Amanda.
Ja, Amanda zorgt dat de Texas Twister voorzien wordt van mooie kleuren. Weten jullie nog dat Jules en Julia een heus waterrad hadden getekend? Deze gaan we vandaag bouwen! Check. Oh, meneer Kaasgraaf, hoe gaat het met de voorbereidingen van de Texas Twister? Oh, mevrouw Suikerspin, het is fantastisch. We hoeven alleen nog maar een testrit te maken. Gaat u mee? Nou, natuurlijk. Ja, daar gaan we. Jippie. Aan draaien, Maria. Jippie. Leuk. In tweede gaan we naar beneden. Oh, mevrouw Suikerspin, de testrit is check. En dat betekent dat de Texas Twister klaar is voor alle jongens en meisjes. Oh, mevrouw Suikerspin, ik vind het zo spannend, ja. Want vandaag gaan we de Texas Twister openen. Oh, meneer Kaasgraaf, wat ontzettend leuk. Ja, ik was nog even de popcorn aan het testen. Oh, maar mevrouw Suikerspin, wat ziet u er mooi uit, zeg. Oh. Dank u wel. Nou, ik heb me speciaal omgekleed voor de officiële opening van de Texas Twister. Oh, nou, u ziet er prachtig uit. En mevrouw Suikerspin, ja? Ik heb voor de opening iets speciaals geregeld. Gaat u met me mee? Ja, natuurlijk. Ja. Howdy, cowboys! Oh ja, jongens en meisjes, dit was al helaas weer de laatste aflevering van Op weg naar de Texas Twister. Texas Twister is officieel geopend! Kom jullie snel een ritje maken hier in Kinderpretpark Juliana Torre!